Dit heeft de wereld veranderd. Zonder vuursteen had de mens de prehistorie nooit overleefd. Zit hier gewoon 10 meter onder de grond. Bizar. En dat deden ze gewoon zonder ladder. Bijna onmogelijk. De eerste vuursteenmijnen in Spien werden zo'n 6000 jaar geleden gegraven. Ze bleven daarna 2000 jaar in gebruik. Wat ik me nou afvraag, ik zie hier overal nog grote brokken vuursteen zitten. Ik bedoel, daar, daar en daar zit een hele grote brok vuursteen. Waarom hebben ze dat laten zitten? Ja, vuursteen zit altijd in lagen, dus blijkbaar waren deze bovenste lagen niet goed genoeg. En hebben ze doorgegraven tot het niveau waar wij lopen. Daar zie je geen vuursteen meer. Zo'n 100 generaties mensen hakten op deze plek hun vuursteen uit met hakken van vuursteen. Je ziet echt dat ze vanuit die schacht allemaal verschillende gangetjes hebben gegraven. Ja, maar ze gingen nooit verder dan een paar meter, want er was altijd kans op instortingsgevaar. Ja. En het werd natuurlijk ook steeds donkerder. Ik bedoel, zaklampen hadden ze nog niet. Nee, ja, en ze hadden nog wel meer niet, want ze hebben ook alles moeten graven met de hand en een paar vuurstenen. Ja, de ene vuursteen werd gebruikt om de andere vuursteen uit te graven. Dat was pas pikkelen. Van vuursteen kun je allerlei gereedschap maken. Messen, pijlen, schrapers. En bijlen. De prehistorische mens had een kist vol vuurstenen gereedschap. Is het nou heel moeilijk om zo'n vuursteen te bewerken? Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat vroeger iedereen kon. Een beetje zoiets als lezen en schrijven tegenwoordig. Hey. Dus in principe zou ik het ook moeten kunnen? Ja, zeker. Ja, probeer het maar eens. Oké. Maar pas op, die scherven zijn dus super scherp. Ja, dus, en het is gewoon een kwestie van slaan. De zijkant. Ja, goed slaan. Ja, ja. Ja, daar staan we op de rand. Ja. Oh, kijk, daar kwam al iets. Ja. Hoppatee. Ja, een vuursteen is dus heel hard. En de scherven die eraf komen zijn heel scherp. Maar juist omdat het zo hard is, breekt het dus ook makkelijk. Ja, ja. Wow. Ja, en zonder dat soort scherven, zonder mes, geen vlees snijden, geen huiden snijden. Zonder een scherpe pijlpunt, geen jacht. En zonder een bijl van steen, geen houthakker. Dus het is echt heel belangrijk materiaal. Ja. Oh, ik heb er echt een sneetje nu gemaakt. Ja, dat is niet gek. Shit. Ja, wat dacht je? Oeps. Auw. Ja, dat kan ook nog gebeuren. Ja, je moet wel oppassen inderdaad.